The Bitch is Back. Na de succesvolle shows The Rolodex of Hate en Not Today Satan is RuPaul's Drag Race winnares en vlijmscherpe comedienne Bianca Del Rio terug. De genadeloze queen staat weer op de planken in het Theater Amsterdam met haar nieuwste comedy tour Blame It On Bianca Del Rio. Wat verwachten jullie van de show vanavond? Veel humor. Ik denk ook wel serieuze onderwerpen, maar op een heel ludieke, harde manier. Haar gevoel van humor is eigenlijk toch wel uniek binnen de queens. En ik beschouw dit zelfs niet per se als een queen. Dit is gewoon echt comedy. Ik heb de gezien in RuPaul's Drag Race en ik vind het gewoon enorm grappig. Maar ik heb echt geen idee wat ik echt moet verwachten hiervan. Well, the show tonight is a rarity. It's basically things that have happened to me in situations that I've been in that I'm discussing this evening. And I always tell the audience, expect the unexpected. Better beware. Ain't no tea, ain't no shade. I never know what's going to happen with me. I mean, I loosely script the show, but then there's lots of opportunity for me just to go off on a tangent. Jullie gaan er naar de meet and greet. Gaan jullie haar ook wat vragen nog? Of ze kunnen slapen heeft vandaag, want ze had gepost op Instagram dat ze een jetlag had en dat ze niet kon slapen. Ik ben wel zenuwachtig, maar we gaan het zien. Ik wil gewoon een leuk fotootje met haar. Ik ben benieuwd hoe ze in het echt is eigenlijk. Want ze komt natuurlijk over als een beetje de bitch op tv. Today is your lucky day, especially if you're anything but a normal heterosexual. I have lots of stuff that's filled up in my head, and so I've been touring with another show for the past year, and so while that show was going on, I was collecting all of this information to use in the new show. So it's a lot of hate, which is usually expected and related with me, you know? It is cool to be queer, just be yourself and love whomever you choose, man loving man. So is no one safe from the wrath of Bianca, or is this someone you would never read? No one is safe. I think funny is funny, and you go after anybody that's possible. So no, there's nobody that's really off limit. Maybe Mother Teresa, but you know, she's dead, so what is she gonna do to me? This is gonna be good! How the fuck are you after now? Wat ik zo knap vind is dat gewoon echt, het is een stand-up comedy act. Het is niet meer een travestiet die een leuk kunstje doet, het is gewoon echt serieus een kunst. En echt een waterval aan grappen. De grappen zijn hard. Voor iedereen, dus voor mensen met kanker, voor negers, wat je hier niet mag zeggen, maar zij zegt dat wel gewoon. Voor homo's, voor lesbiennes. Insult comedy, dat maakt het natuurlijk interessant en leuk. Want dat, meestal stand-up comedy is natuurlijk wel iets anders, ook wel insult. Maar bij haar is echt alleen insult. Ze gaat ook heel erg goed op het publiek in. Dus er gebeurt volgens mij elke avond wel iets anders. You could be in a great audience. Thank you for coming. And if you don't mind, can we do one photo with the whole audience right here? Here we go. On the count of three. One, two, three. Je kunt 16 augustus kijken naar de tweedelige comedyreeks Not Today Bianca. Natuurlijk bij OutTV. I'd like to give the floor to OutTV CEO Mark Putman. Vandaag heb ik aan onze kijkers en achterban verteld dat we binnenkort met een nieuw tv, interactief tv-platform komen. Ik hoef jullie denk ik niet te vertellen dat de wereld van vandaag, de game-minded world, onder druk staat. En omdat dat helaas wel de situatie is, hebben wij toe besloten om ons eigen platform te bouwen. Om te zorgen dat niet alleen jullie, maar in heel Europa en straks hopelijk de rest van de wereld al die programma's kunnen laten zien waarvan weten waar jullie ook blij van worden. Het bijzondere daarvan is dat je niet alleen tv-programma's kan terugkijken of OutTV kan live kan kijken, maar ook met elkaar in contact kan komen, met elkaar kan matchen. Dat wij kunnen zorgen dat je inderdaad matches krijgt met mensen die je niet alleen maar kan zien hoe goed ze op hun profile eruit zien op Grindr, maar ook op grond van jouw gedrag en jouw interesses. Die leuke jongen die misschien wel al geregistreerd is, nog niet lid, kun je uitnodigen om samen film te kijken. En of je dan toevallig in Kuala Lumpur woont, of in Amsterdam, of in Singapore, je kunt het gezamenlijk, de film of de aflevering van RuPaul, samen bekijken. Onze kijkers en onze achterban kan meteen meedoen. Ze kunnen zich inschrijven via onze website en daarmee ook meteen mee bepalen hoe de app er verder uit gaat zien. Samen met jouw support en jullie lidmaatschap kunnen we ons nieuwe tv-platform tot jouw favoriete app maken. We zijn nog niet met de laatste voorbereidingen bezig, de beta-versie zoals het zo mooi heet. En als het goed is, vanaf september kan iedereen de app downloaden in de diverse stores. Dit was de Summer Pride voor vandaag. Kijk morgen weer naar een nieuwe aflevering en volg ons op social media om op de hoogte te blijven.